Kira Schreggeman 1-0 verloren van Aden Haag. Jullie hebben wel je best gedaan natuurlijk, maar het lukte net niet. Nee, we waren heel slordig in balbezit. Verdedigend hebben we het eigenlijk wel redelijk dichtgehouden op één afstandsschot na die er fantastisch in vloog. Maar in balbezit waren we gewoon heel slordig. Ja, als je een tegengoal krijgt, dan gaat er iets niet goed natuurlijk. Hè? Wat ging er allemaal niet goed? Ja, we kregen de bal niet goed weg. En op het moment dat we de bal eindelijk veroverden, waren we hem eigenlijk ook zo weer kwijt. Dus was eigenlijk heel weinig rust in de ploeg. Waardoor je van het ene moment naar het andere omschakelmoment gaat. En daar ging het mis. Dan moet je gaan drukken, moet je gaan scoren, moet je gaan aanvallen. Maar ook dat lukte niet helemaal. Nee, we waren gewoon te onrustig. Dus hadden we eindelijk de bal en dan kwamen we niet tot een verzorgde aanval. Of op het laatst lukte het weer niet. Voorzetten we net niet. Dus ja, te onrustig eigenlijk gewoon. En in de eerste helft, wat heb je toen gezien? Nou, eerst al begonnen we eigenlijk wel vrij goed. Hadden we ook wel aardig wat grip, konden we voetballend wat laten zien. En tot aan de 16 denk ik wel aardig voetbal laten zien. Alleen op een gegeven moment kantelde dat om, ging ADO ons hoog vastzetten. Kwamen we niet helemaal goed onderuit en was het moeilijk onder de druk uit te voetballen. Jij lady of the match, dat is ook wel leuk hè? Ja, ook wel een keer leuk, ja. Wat zegt het als je als verdediger lady of the match bent? Dat we veel verdedigd hebben. Maar scoren, dat is nog niet gelukt dit seizoen. Hoe kan dat dan? Ja, vandaag lag het gewoon aan dat we te onrustig waren. Tegen Twente hebben we een aantal goede kansen gehad die er dan net niet invlogen. Rebecca op de paal, Maxime net niet. En zeg het maar. Ik denk dat we gewoon geduld moeten hebben dat hij vanzelf gaat vallen. Ja, want hoe gaan jullie ervoor zorgen dat die bal er wel in gaat dan? Nou, in ieder geval meer rust aan de bal hebben, zodat we een goed uitgespeelde aanval kunnen krijgen. En rustig blijven aan de goal, voor de goal. Tegen Telstar, hè, volgende keer, die scoren ook niet zo makkelijk. Nee, dus moeten wij zorgen dat wij het wel doen. Dus dan gaan we met 1-0 het veld af.